Zalland Sport, nabeschouwing. Vanmiddag speelden Heten uit tegen Zwolle, HV Zwolle. Ik heb het in dit geval over de handbal. 14-34 werd het maar liefst voor Heten. En aan de telefoon de winnende trainer Harry Stoeten. Goedemiddag, Harry. Goedemiddag. Ja, 14-34. Was het zo easy peasy vandaag of lijkt het een beetje zo? De eerste helft leek dat misschien zo, maar de eerste helft hadden we... Ja, we begonnen heel goed aan de wedstrijd. Heel scherp. We kwamen ongeveer met 5-0 voor. Laten we ze nog wel iets dichtbij komen, maar met de rust was het 14-9. En ik had me ingesteld op een wat andere wedstrijd. In ieder geval omdat dat Zwolle toch wel vrij fysiek, tenminste vanuit het verleden, we kennen ze eigenlijk niet, maar dat ze toch vrij fysiek handbal spelen. En ik had me ingesteld op een wedstrijd van, wat gaat gelijk op, keer eentje voor, eentje achter, heel dat soort zo'n wedstrijd. Maar ja, dat werd het niet. We stonden goed te handballen. En uiteindelijk met zo'n dikke uitslag, ja, natuurlijk een tevreden coach. Aha. Ja, want het is ook niet een klein beetje overmacht. Er is heel veel overmacht. Kwam, Zeg maar, de tweede helft hebben ze 5 doelpunten gemaakt. En wij stonden gewoon heel goed te verdedigen met z'n allen. We wisten wel een klein beetje van hoe als ze speelden, van wat een gevaarlijke speel zijn. Dus we hebben tactisch wel een klein beetje rekening mee gehouden. Maar in principe hebben we ons eigen spel gespeeld. En goed op snelheid en goed scoren. Dus goed scoren vervolgen door middel van hele mooie aanvallen. Maar dat het zo makkelijk zou gaan, dat hadden we in ieder geval van tevoren niet gedacht. Nee, snap ik inderdaad. Wat van goede dingen neem je dan mee naar de volgende keren? Want goed verdedigd hoor ik, goed aangevallen. Waar zit het dan precies in? Nou ja, zeg maar wat ik in ieder geval de intensiteit en de energie die we in de wedstrijd staken, vooral verdedigen. Ja, dat zul je ook de volgende keer weer op moeten brengen. Zolang als je dat op kunt brengen. En dat moet niet in je wedstrijd, maar ik zie dat de laatste weken toch wel weer toenemen. Zeg maar. We hebben een beetje een moeilijk begin gehad. Waar dat door komt, zeg het maar. Maar zeg maar, nu zijn we toch wel weer in een periode dat we toch wel weer het boel een beetje op de rails hebben. En ons eigen spel kunnen spelen. En dat is wel fijn. Dat is wel prettig dat er toch weer uitkomt. Ja. Inderdaad, 7 punten zie ik uit 5 wedstrijden. Ik ben een tevreden trainer dus op dit moment. Op dit moment wel, ja. Als we dit kunnen opbrengen om elke wedstrijd met deze intensiteit en met deze overtuiging zeg maar, te spelen. Dan kan het nog. Het is al een mooi seizoen hoor, op dit moment. We zijn blij dat we weer allemaal kunnen handballen. Maar dan kan het ook qua uitslagen nog wel best wel wat mooi worden. Dus we zijn er positief over op dit moment. Ja, precies. Dat is in ieder geval een goed teken. De volgende wedstrijd is dan ook tegen HVE 2000. Erik Kaester. Wat zei je? Ja, die komen uit Drenthe, Erik. Uit Drenthe, kijk aan. Drenthe, ja. En die staan wat lager in de ranglijst. Plekje 10. Weer proberen overheen te walsen? Nou ja, we proberen wel ons snelle spel weer te spelen. Ja, wat ik begrepen heb, hebben ze afgelopen week volgens mij een bekerwedstrijd tegen een SDOL gespeeld, dat ze toch wel wat vertragend spelen. Als je daar dan in meegaat, dan pas je aan hun en dan wordt het allemaal toch wat lastiger. Ik denk wel dat wij gewoon wat meer kwaliteit hebben dan in de ploeg. Maar ja, je zult je eigen spel moeten spelen. En dat deden we vandaag ook door vanuit onze verdediging hun de fouten laten maken en daarvan profiteren. Door middel van afspeelfouten of onderscheppingen. Dat zullen we zaterdagavond ook weer moeten doen. Ja, en daar speelden we thuis natuurlijk. En daar willen we toch ook aan ons eigen publiek een mooie wedstrijd neerzetten. Terwijl hoewel er vandaag ook veel publiek was om uit te heten. Dus dat is allemaal prima. Is snelheid dan jullie verrassing, jullie sterkste punt eigenlijk? Ja, op dit moment wel. Ja, vanuit onze verdediging. We hebben een goede keeper erachter, moet ik vandaag ook zeggen. Ik ze toch iemand uit moet nemen. Dan is de eigen wilde kiezen. Die gewoon heel goed stond te keepen. Dan geeft de verdediging wat meer vertrouwen en wat meer rust. En dan durf je misschien ook wat meer. We zaten er echt goed op en vanuit die omschakeling kun je toch wat makkelijker handballen. Terwijl als je dan verdedigend goed dicht houdt, dan gaat het allemaal wat makkelijker.
Kijk, mooi om te horen, Harry. Volgende week dus tegen HVE 2000. Niet naar Erika toe, want ze komen bij jullie. Dan wil ik je daar ook heel veel succes mee wensen volgende week. En bedankt dat je weer van de telefoon wil komen. Ja, helemaal goed. Dankjewel. Oké, fijne middag. Zelfde. Doei.